Ike Antonius en Nancy Ceres zijn toegelaten tot beëdigd tolk en vertaler in de talen Nederlands, Frans en vice versa. De eed werd afgenomen door directeur Nasir Eskak van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Na de officiële toelating kregen Antonius en Ceres hun benoemingsbeschikking en procesverbaal uit handen van de directeur. Met het oog op internationale relaties tussen landen die niet dezelfde taal spreken, zijn tolken en vertalers onmisbaar. Directeur Eskak noemde in dit kader ook de recente samenwerking die is getekend met Frans-Guyana op het gebied van een verbeterde burgeradministratie tussen beide landen. Eerder dit jaar is op het ministerie een groep van 6 tolken en vertalers toegelaten in verschillende talen.